Ik ben Tim Smit, ik ben persvoorlichter van de Europese Investeringsbank in Luxemburg. Meertaligheid is in mijn vak heel belangrijk omdat ik met journalisten uit verschillende Europese landen werk. Eigenlijk spreekt iedereen tegenwoordig Engels, dus je kan met iedereen communiceren. Maar ik merk in mijn eigen werk dat als ik met een persbericht bij een journalist in Zweden aankom, dat hij het gewoon toch meer geneigd is om het op te pikken als ik het in zijn eigen taal presenteer. Hier in de bank wordt veel Frans gesproken ook. En je merkt toch ook dat collega's die van huis uit Franstalig zijn het altijd fijn vinden om dan gewoon in hun eigen taal aangesproken te worden. Dus het is ook een stukje, ja, misschien bruggen bouwen naar mensen toe en contacten leggen. Wat ik aanraad is om, als je daartoe de mogelijkheid hebt, de tijd, om echt een derde of misschien zelfs een vierde taal te leren naast Nederlands en Engels. Engels is natuurlijk heel belangrijk in internationale context, maar ik merk zelf dat mensen het echt heel leuk vinden als je hun aanspreekt in hun eigen taal. En dat zal ook echt meer voor je openstaan.